Fabio Quartararo draait makkelijk weg. Voor het doel is de spits Almeida en die kopt hem. Dat is een wat merkwaardige actie. Volgens mij ging de vlag ook nog omhoog voor buitenspel, maar goed. Het is in ieder geval buitenspel. Hij zei wel een specialist in de lucht, maar dit kan je moeilijk een ideale voorzet op het hoofd noemen. Hij stuit wat lastig, dus met de voet nemen is ook niet makkelijk, maar zo kreeg hij me dus duidelijk ook niet. Haalt hij top. Ah, daar is hij. Ja, Serkan met de actie en het doelpunt is van Umut Bulut. Hij lijkt zich eigenlijk vast te lopen. De voorzet is niet eens briljant. Maar Umut Bulut scoort. En Turkije leidt. Serkan Sararer met de actie. En dan wordt er gewoon heel zwak verdedigd. Quartararo, laatste man, voor zich komen. Is boos op Rui Patricio. Die bal rolt inderdaad rustig door het doelgebied. Zonder dat de keeper iets doet. En Umut Bulut scoort en Turkije leidt. Staat daar inderdaad het achterin. Vier echt goede koppers. Dat zijn wel hele goede koppers. En daar gaat hij op de lat. Dus hoewel Almeida, die volgens mij nog via Pepe in eerste instantie die bal op het hoofd krijgt. En bijna scoort. Naam, dan alsnog. Die bal is makkelijk voor Volkan Demirel. Goeie corner. Pepe verlengt. En dan moet Hugo Almeida eigenlijk scoren. Het moet wel heel snel, maar wat een vrijheid. Dus... Altintop met het schot. En Bierkampaal, ja. Of mooie beweging nu gegeven. Cristiano Ronaldo dan. Ook niet. Wat een kans voor Portugal. Maar ze krijgen die bal niet in het doel. Ook hij kan hem hier breed leggen. Dan vermoed ik dat het terecht wel een doelpunt is. Maar ja. Ronaldo in zo'n positie. Ontbreekt het eigenlijk aan een goed alternatief voor Paulo Bento. De rugspelbal is te kort. Brengt elkaar daarin de problemen. En het schot is raak. Het is 2-0 voor Turkije. Het is zijn tweede ook. Umut Bulut. En de uitzwaaiwedstrijd wordt een uitfluitwedstrijd op deze manier. De knuffels zijn voor de spits van Toulouse. Deze paas is niet lekker. Deze ook al niet. Miguel Veloso en Bruno Alves brengen elkaar in de problemen. En dan is het wel heerlijk uitgehaald natuurlijk. Wat een verwoestend schot van Umut. Goeiedag zeg. Hij houdt hem ook nog eens laag. Zodat de keeper er eigenlijk al helemaal niet bij kan. Knap geschoten. En ik neem aan dat Bert van Marwijk zijn scouts al heeft gestuurd. Ook naar dit duel. Cristiano Ronaldo, nou nu dan Nani. Het schot, ja, daar is de 1-2. Zoveel kans al gehad, Portugal. Nani scoort. En eindelijk weer wat vreugde voor de Portugese supporters. Dat was natuurlijk wel de fase waarin Turkije de wedstrijd steeds meer in handen kreeg. Want dan zit een mooi doelpunt. Van de speler van Manchester United. Hard en laag geschoten. Buiten het bereik van Volkan Demirel. Hij is te laat. Raakt
Miguel Lopez. En die gaat er natuurlijk liggen. En dus is de strafschop. Contact is licht. En nou mag Cristiano Ronaldo Portugal op gelijke hoogte schiet. Hij probeert het meestal vanaf een meter of 40. Nu vanaf 11 moet het toch te doen zijn. Maar heeft ook wel eens een belangrijke strafschop gemist natuurlijk dit seizoen. Ja, en ook deze krijgt hij er niet in. Niet zo belangrijk als die tegen Chelsea. Tegen hem aan. En zo leidt Portugal een heel pijnlijk verlies. De voorzet is van Inan. Hier lijkt die bal er al in te gaan. Maar gaat die bal nog voorlangs? Dan denkt die Caracosta. Nou, dan maak ik even helemaal zeker dat die Pep een eigen doelpunt maakt. In de categorie knullig. En hoe Caner Erkin het ook probeert, dit doelpunt kunnen we onmogelijk aan hem geven. Want die bal is al dik over de lijn als hij er nog aan zit. Eigen doelpunt Pepe. 3-1 voor Turkije. De land.